Goedemorgen, het is nog steeds 1 februari 2013. Ik ben nog altijd een beetje doof. Ik hoop dat je me kan verstaan. Anna Timmerman van Human Rights Watch werkt als huurmoordenaar voor het internationaal strafhof. Het hele rapport van Human Rights Watch en vooral ook het interview met Trouw is 100% zwak begaafd. Kijk, Human Rights Watch heeft een APIC immunity contract met het ICC. Dat betekent dat als zij de folterende en moordende werknemers binnen het internationaal strafhof in stand houdt, hun vrijheid geeft, dan heeft het bestuur van Human Rights Watch ook de vrijheid om burgers te folteren en te doden. En dat is nu precies aan de gang. Die Anna Timmerman komt met een of ander onzin verhaal over Poetin. We kunnen niks anders doen dan zeggen dat Poetin de mensenrechten moet uitvoeren. Het is zij zelf die op grotere schaal de mensenrechten schendt dan Poetin dat doet. Kijk, Poetin is een etter. Maar ik e-mail al vanaf 2008. Met de Kremlin. De Kremlin heeft voor mij een hele reeks e-mails die bewijzen dat ik al die oorlogen heb voorspeld. Het is om reden van corruptie tussen Human Rights Watch en het internationaal strafhof dat Poetin, Human Rights Watch en Amnesty International het land uittrapt. Zou Human Rights Watch professioneel juridisch correct werken, ook ten opzichte van de Nederlandse rechterlijke macht, dan zou Human Rights Watch toegang hebben tot Rusland. Die Anna, dat is typisch al voorbeeld van ik wil bij de bobo's behoren, want Human Rights Watch lobbyt ook lekker met mensenrechten.nl. Nou, mensenrechten.nl heeft mij afgelopen week een e-mail gestuurd waarmee ze bewijzen dat ze weigeren de mensenrechtenverdragen uit te voeren. Die staat op mijn website, staat in de gelinkt bij die andere video die ik heb gemaakt. Ik heb over Human Rights Watch ook al eerder video's gemaakt. Het heeft eigenlijk niet zoveel nut om het allemaal nog verder uit te breiden. Maar wat ik wil is dat je weet hoe het ICC lobbyt met Human Rights Watch en ook hoe Human Rights Watch liegt over de corruptie binnen de Nederlandse rechterlijke macht. Het feit dat ICC mij die brief van 22 augustus 2012 heeft gestuurd waarmee ze bewijzen dat ze weigeren het statuut van Rome en de mensenrechtenverdragen uit te voeren. En de corrupte ouwe hoeren relatie met het Nederlandse parlement. Nou, ik stop maar weer. Dag!